Goedemorgen. Ik ben mijn eigen nog even aan het opzoeken, dames. Even mijn geluid uitzetten. Ah, dank je voor het checken, Marielle. Hey, Janneke. Goedemorgen. Ja, ik was even nog even bezig. Dus vandaar. Een paar minuutjes later. Wacht heel even tot er wat meer mensen binnenkomen. Ik zit even te kijken of mijn camera nog een beetje. Zo. Kon je me niet vinden? Nou, je bent er. Gezellig. Zijn jullie ook lekker aan de kop koffie of aan de thee of wat dan ook? Nou, ik wacht heel even. Ik wacht heel even tot er wat meer mensen nog binnenkomen en dan gaan we lekker van start. Kopje thee. Op zijn tijd vind ik thee lekker, maar ik ben echt een koffiemens. Maar ja, cappuccino bij mij natuurlijk. Hè? Hey, goedemorgen Marie-Christine. Gezellig dat je er ook bij bent. Nou, ik ga langzaam van start. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ga nu voor de eerste keer live in de gezellige groep. Maar ik geef natuurlijk al veel langer lives en inmiddels doe ik het al 4 jaar. En onlangs ben ik ook lid geworden van het gezellige team van Marie-Christine van MCR Craft en Art. En ik ben een van de dames die ze ook lives gaan doen. En dit is dus voor mij de eerste hier in de groep. En ik ga aan de slag voor de thema herfst met, we noemen het even, een omgekeerde ezelkaart. Goedemorgen Ingrid en iedereen die er binnenkomt. Mensen die me ook wel lang volgen weten dat ik echt verzot ben op alles wat met vintage, noem maar op, ben. En ik ga aan slag designpapier Autumn Beauty, want het thema is ook herfst deze maand. En ik had zoiets van, dit blijft gewoon een mooie lijn. Nou. Zijn de vragen, stel ze gerust. Ik zie dat er al meerdere dames ook aanwezig van ons team. Oh, lekker cappuccino. Heerlijk. En ik heb al het enige andere klaargelegd. Ik pak nog even mijn snijrilbord erbij. En dan hoop ik dat ik het allemaal, ik doe het nou omgekeerd. Want je hebt dus een stuk kartstok nodig van 14 hoog bij 24 centimeter lang. En een stuk kartstok van 9,5 bij 9,5 centimeter. Nou. Je gaat dus rillen op de lange kant. En dan ril je op 5. Op 10 centimeter. Zeg ik, oh, wacht even. Wacht, kijk, het gaat wel gelijk mis, kom dat ik op zijn kop doe. Nou ja, die andere rail die er niet in moet, die werken we nog wel weg. Dus je rilt op 5 centimeter. Op 10.
En je kan op twee manieren doen. Dan ril je dan op 20. Maar het laatste stukje is 4 centimeter. Maar wat ik dan vaak prettig vind, in dit geval ril ik dan op 4 centimeter. Maar dat is hoe ik het doe. Dus in principe ril je op 5, 10 en 20 of, als je dit zo omdraait, op 4 centimeter. Maar dat is wat je zelf wilt. Dat is natuurlijk iedereen persoonlijk. Ik zal het anders ook nog even hier neerzetten, want kartstok 1 keer 24 bij 14 centimeter en een stukje kartstok van 9,5 en 9,5. En het stuk van 24 bij 14 ril je op de lange kant op de 5, 10 en 20 centimeter of de 15. En dan draai je je kartstok en ril je op 4 centimeter. Nou, designpapier hebben we ook nog nodig. En dat heb ik ook allemaal klaargezet. Daar ligt die. Designpapier heb je 1 stukje van 9 bij 9 centimeter nodig. 2 keer 13,5 bij 4,5 centimeter. En 1 stukje kartstok, of designpapier, 13,5 bij 3,5. In de groep staat bij het bericht over de challenge staat ook nog een stukje, een template. En daar staat het ook allemaal in. Ik neem ondertussen even een slokje koffie. Nou, mooi dat duidelijk is. Ook heel belangrijk, hè? Nou, dan gaan we natuurlijk rillen. De 5 en de 10 ril je zo. Maar dan de van de 4 centimeter, die ril je net andersom. Want in principe ik zag dat dit voorbeeld zo staat, maar ik denk dat hij dan op deze manier nog beter is. En dat ga ik dus ook doen. Want ik heb toch het idee dat hij dan op die manier, kijk, dan komt hij net, ik zie dat ik iets lager moet. Het kan wel. Maar dat is dan wat je zelf. Ik vind zelf persoonlijk zo, het ziet er allemaal raar uit, omdat het natuurlijk nog niet vast ligt, hè? Nou, ik ga eerst eventjes met mijn vintage foto aan de slag. En ik ga dus ook met de paper distresser, want ja, dat vind ik met dit eigenlijk wel mooi. En zo. Ik heb de deur naar de gang openstaan, mijn droogtrommel staat aan. Hebben jullie daar last van trouwens? Anders doe ik de deur even dicht naar de gang. Zo. Je kan er eventueel ook voor kiezen om
kartstok ook te beïnkten, maar dat doe ik eigenlijk nooit. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar ik zeg altijd van, doe waar jij je prettig bij voelt. Oké, toppie. Nou, gelukkig de droger staat niet direct naast mij, maar... Zo. Even aan de kant. En dan heb ik natuurlijk ook nog weer van alles klaargelegd om ermee te versieren. En zo, even die. Oké, nou. Even over die flap van 4 centimeter. Je kan hem op 2 manieren gebruiken. Je kan hem als pocket gebruiken. Maar je zou eventueel zou je hem gewoon dicht kunnen doen. En ik, dat is net wat je zelf wil. En ik zie dat ik één stukje kartstok vergeten ben. En die heb ik ook niet opgeschreven. Dus die ga ik zo even snijden. Dat ga ik gelijk even doen. Want het is namelijk het stukje van hier. En die komt dus op 9,5 bij 13,5. Dus dan denk ik, ik heb het nog zo goed voorbereid. Maar toch vergeet je nog wel eens dingen, hè? Even kijken. Ik vind deze kant dus 9. Even andersom. Want anders kan ik het niet goed zien van mezelf. Dus dan wordt hij... dit is 10 bij 13,5. Dus dit wordt dan... Je kan hem kiezen voor... Of heb ik hem al wel goed gesneden? Oh jongens. Wacht eens even. Nee, ik heb hem niet goed gesneden. Eentje komt hier. De ander komt daar. Eentje komt hier. Je kan er ook voor kiezen om de binnenkant te doen, maar ik doe het aan de buitenkant. Dan bedenk ik dat ik me wel ergens knip, maar ik zal hem vanzelf een keer tegen. Een tip, als je een pocket maakt. Als je een pocket maakt, dan kun je ervoor kiezen om gewoon dit hele stukje... He, dat er hier iets onder valt. Ja, dat is wat je zelf maakt. Maar dat is het mooie ervan, hè? Dat is het mooiste als je een pocket maakt. Dat je je designpapier er net iets onder laat vallen. Maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal. Ja, dit papier is zo mooi, Mariella. Dat is echt geweldig, hoor. Echt een herfstkleur. Het heet natuurlijk niet voor niets de Autumn Beauty, hè? Dat is inderdaad zo. Iedereen is er helemaal vrij in. Dat is absoluut waar. Maar je kan ook verkiezen, en dat ga ik doen. Dus 13,5 wordt blijft hetzelfde. Alleen ik vind het wel mooi. Ik ga hem dichtplakken. Ik vind het wel mooi als hier toch een randje komt. Dus 10 min 4 centimeter reken ik even uit. Dus dat is 10 bij 6. 9,5 bij 6. Alleen ik wil hier ook een randje. Dus ik haal hier een paar millimeter van af. Dat er toch hier een klein randje te zien is. Ik hoop dat het logisch is wat ik uitleg.
Dus dan, halve centimeter is alles, maar ik vind voor daar halve centimeter net te veel. Dus wat ik dan doe is, 6 is 5,6. En het klinkt heel weinig. Ja. Bij 13,5. Nou, alles blijft eraan plakken. Daarom ben ik ook altijd, als ik een live geef of een tutorial opneem of wat dan ook, dan hou ik altijd alles nog bij de hand. Ik ruim nooit alles direct op. Maar zoals je nu ziet, heb ik toch nog weer iets vergeten te snijden. Nou, die inkten we ook nog eventjes. Want ik ben altijd wel zo'n muts die, als ik het bij één doe, dan doe ik het bij allemaal. Ja, dat is wat mooi aan de hersen, die pompoen en alles, hè. Kijk. Dan heb je nog toch nog een beetje dat randje. We gaan deze eerst vastplakken. Daar beginnen we mee. Ik kan er ook voor kiezen om dat met tape te doen. Zo. Dan moet ik even kijken. Ja, die is voor dat. Oh. Ik heb mijn lijmpistool aan. Ja, die staat aan. Kijk, ik heb voor mezelf heb ik ook dat, op de achterkant heb ik dat ook geschreven. Zo. Kijk, en dan heb je nou hier heb je toch net even dat randje. Even een tip, zorg dat je niet over je vouwlijnen gaat. Zo. Eentje komt hier. En de ander komt hier. Deze die komt dan daar. Ziet er al gelijk heel anders uit als je de designpapier op doet, hè? En dit is dus eigenlijk al het idee van de ezelkaart. Ezelkaart in het Nederlands, net hoe je het, hè? Even de dopdrop doen. Even de slok koffie doen.
Dan hebben we nog deze natuurlijk. Die komt dan hier. Zo. En dit is een stukje designpapier van 9x9. Zo. Kijk, en hier, nou lijkt het al net iets meer. Zien jullie dat? Nou kun je exact uitkiezen hoe je het ongeveer wil hebben. Maar ik heb zoiets van... Ik ga eventjes een stukje... ik doe het wel even met deze. Want ik weet zo niet waar ik mijn potlood heb gelaten. Je kan kiezen om het met tape vast te maken. Maar je kan het ook met gewone lijn. Ik maak dus een klein streepje. Moet ik het wel zien, anders dan... Dan weet ik waar ik ongeveer max moet blijven met mijn lijn. Je kan ervoor kiezen, bijvoorbeeld op de template staat 2,2 bij 2,2, maar ik hou het meestal een beetje in de gaten. Dus zeg maar ongeveer 2 centimeter, nou ongeveer klopt het precies. Nou, hier iets meer, maar het idee... De ene kant is iets breder, maar dat is echt millimeterwerk. Dus ja, ik heb zoiets van prima. Nou, dat is dus al de basis. Nou ja, maar ik heb natuurlijk nog van alles al klaargelegd. En deze... Het is allemaal van het designpapier van de Autumn Beauty. Ja, klopt. Ik heb ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Even een beetje globaal knippen. Klopt, Janneke. Op het voorbeeld staat de flap andersom, maar ik heb ervoor gekozen om het zo te doen. Die vogel verschrikken. Geweldig, hè? Die pompoenen. Oh. Het is dat ik eerst vakantie heb. Volgende maand. Eind deze maand. Ik vind altijd wel pompoenen altijd wel een beetje de herfsttinten. Oh, dat is echt... Ik ben echt een zomermens.
Maar de herfstkleuren. Ja, leuk hè, die sketch. Het is het gewoon een ezelkaart, ezelkaart, maar dan net even wat anders. Zo. Het mooie is van Craft de Klok is dat ze hier, ja, ik hou van dat randje. Vooral omdat mijn handen niet altijd willen zoals ik het wil. Maar vind je een randje niet mooi, dan knip je hem gewoon zonder randje. Dan bij Craft de Klok. En ik merk dat steeds meer designpapier merken dat steeds meer ook gaan doen. Dat de die-cuts zoals dit, zeg maar, dat die dubbelzijdig zijn. Dus ja, ik vind het wel prettig. Ik vind het wel leuk, want zo'n soort M heb ik hier op het balkon staan. Alleen, ik moet er nog even nieuwe plantjes in zetten. Maar goed. Allemaal na mijn vakantie. Deze challenge loopt gewoon nog de hele maand september. En jullie kunnen weer meedoen met max 2 creaties. Zet ze dan even in het betreffende album. En dan, als ik het goed zeg, Marie-Christine, corrigeer me als ik het niet goed zeg. Bij deelname van minimaal 10 verschillende creatievelingen, dan gaat het eind deze maand een leuke prijs verloot worden. En volgens mij zeg ik het goed, maar kijk, zie je dat? En dat is hier, de andere kant is met een randje. Zo. Ik had zoiets van, ja, ik kan het allemaal van tevoren knippen, maar ik heb zoiets van, ach. We doen een. Het is niet zo dat ik het dicht moet knippen, hè? Dat scheelt ook weer. Zo. Ah, kijk. Mooi zo. Zijn er nog dames willen die mee aan het knutselen zijn? Of kijken jullie allemaal gezellig mee? Zo. Bijna klaar. Paddenstoelen hoort er ook altijd bij, hè? Zo. Ah. Ja, als ik een live volg, dan ben ik ook meestal bezig met een met iets voorbereiden of wat dan ook, hoor. Ik doe dat meestal ook, inderdaad.
laatste. Nou, en als het alleen nog even verder versieren. Ik heb al van alles hier naast me klaargelegd. Ik heb al wel een beetje een idee hoe ik het wil hebben. Eerst even die frutseltjes allemaal weg. Dat is altijd wel een nadeel. Wat ik gedacht had was... hier wil ik een parelrandje doen. Ik doe dat altijd met tape. Moet ik eventjes kijken. Die wel even. Zo. Ja. Die komt dan hier. Die komt dan daar. Mijn ervaring is dat, kijk, dat bedoel ik. Ik neem de tape mee. Mijn ervaring is dat het met de gewone lijn, dat het niet mooi wordt. Vind ik tenminste, laat ik het zo zeggen hoor. En met gewone lijn. Ah, gezellig. Ja, jij gaat dinsdag live, hè? Als het goed is, ben ik er dan ook gezellig bij. Ik ben benieuwd hoe jij die voor jou maakt, Janneke. Kijk. Die puntjes even wegknippen. Zoals ik het wel. Even kijken. Nou, doe het gewoon heel anders. Dat zijn van die puntjes waar je... Kijk. Hij komt dan ook precies uit. Aan de kant. Die daar. Kijk. Deze ga ik dan ook even beinkten. En dan heb ik nog een strikje wat erop komt. Oh ja, jij deed wat anders, hè? Ja, klopt. Is ook zo. Deze ga ik verhoogd opplakken. Sommigen vragen wel eens van, nou moet je dat helemaal vol plakken? Nee hoor, helemaal niet. Dat is echt niet nodig. En het is net als dat sommigen vragen van... moet ik het net als met, even kijken hoor, ik ben heel ondertussen even aan het kijken wat ik er nog bij wil. Misschien nog een beetje van het sisal. Dus net als met lijm, sommigen doen het echt als iets plakken, helemaal vol met lijm, is niet nodig.
als je, wat ik vooral vaak wel zeg, doe dat in de hoeken. Want dat wil dan nog wel eens, hè, dat het een beetje loslaat. En hoe heet dat? En daarom ga ik ook altijd met een vouwband eroverheen. Want dan hecht het lijm beter aan het papier. Ik zat even te denken. Zal ik dan een beetje sisal op doen? En ik heb nog een strik die erbij komt. Dus ik ben even aan het kijken hoe ik het nog een beetje wil. Of ik er sisal onder ga doen. Of niet. Want ik vind het toch wel net eventjes even wat anders. Ondertussen maar eventjes mijn verzieseltjes beïnten. Nou, soms, je kan er ook even nog een tekst bij doen. Maar dat doe ik dus niet. Want ik weet nog niet voor wie die is. En dat doe ik er dan bij als ik weet voor wie die is. Zo. Ik ga dit alvast opplakken. Zo. En dan gaan we eens even kijken. Hoe we dat verder gaan doen. Je ziet al jammer genoeg niet veel meer van het huis, maar. Ja. Want wat ik al een beetje bedacht heb is. Dit komt dan hier. En deze wou ik daar doen. Met de blutjes. En deze. Wou ik hier doen. Ik vind hem toch iets te wit. Dus ik ga nog eventjes met mijn tool eroverheen. Dat het net wat bruiner nog wordt. Want ik vind het dan net te wit worden. Oh. En dat zie je vooral als je dan de achterkant nou ziet. Dit ga ik niet verhoogd opplakken. En dan deze. Zo. Deze komt dan hier. Ik zal eerst even kijken voor mijn strik. Die ligt hier. Ik kan het met gewoon kant doen. En ik kan het met deze doen. Welke vinden jullie mooier? De dit kant of het lint? En daar ben ik eventjes in dubio over. Even kijken. Dit wil ik een beetje zo. Die daar. Kant.
gewoon een beetje lekker frummelen, zeggen we dan maar. Nou, ik zie allemaal kant. Dan gaan we voor het kant. Even kijken hoor, ook een beetje wil. Ja, deze komen hier ook nog. Ik hou altijd eventjes, als ik wat lijm, even vast. En waarom? Want dan kan het even aan elkaar hechten. Ik denk niet eens dat ik dat sisal eronder doe. Gewoon even vasthouden. Even kijken of ik hem wel goed plak. Het zal niet inzien. Andersom. De staartjes horen zo. Kijk. Die plak ik er zo meteen onder. Nou, het is de kant geworden, hoorde ik al, las ik. Nou, we zijn al bijna klaar, zie ik. Het is ook al bijna, het is ook al weer kort voor 12. Nog even het begin zoeken van mijn kant. Nou, het hoeft niet zo'n hele grote te worden, want deze kant is wat stugger, dus ik moet hem even goed in vorm maken. Omdat deze wat stugger is. Wat ik zeg, het hoeft niet een hele grote te worden. Ik ga eerst dit opplakken. Dit komt weer net wat verhoogd. Ik ga er geen sisal onder doen. Dat weet ik al wel. Zo. Hoe jullie dat? Was mijn hondenkind. Die gaf even een piepie. Die wordt nu pas wakker. Kan ik jullie vertellen. Een voordeel van een hondje wat ouder wordt. Meneer slaapt uit. Hoe bedoel je, Harmien? Het hoeft ook niet allemaal exact hetzelfde, hè? Het gaat er eigenlijk om dat je iedereen, hè, het op zijn eigen manier interpreteert. Marie-Christine heeft er bijvoorbeeld als een voorbeeld en dit als een pocket gemaakt. En dat doe ik dus niet. Deze iets naar beneden. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat iedereen het op zijn eigen manier laat zien, hè? Kijk.
even mijn lijmpistool pakken, want sommigen doen het met tape. Ik doe het altijd met mijn... Auw, dat is heet, Angela. Even kijken hoor. Even mijn lijn dicht doen. Ja. Want. Kijk. Ik wil daar natuurlijk nog een pareltje op hebben. En ik heb natuurlijk mijn stippeltjes nog. Want zoals jullie weten. Ben ik trouw verbonden met mijn stippeltjes. Dit hartje vond ik wel leuk om die hierop te doen. Kijk. Dat kan wel even zo. Hier. Iets meer naar het midden. Even kijken. Wat heb ik nog meer? Zo. Even kijken. Even de lijm dicht. Ik pak even een andere schaar, want ik daar. Ik vind het zonde om wat. Zulke soort dingen gebruik ik nooit met goede schaar. Dat vind ik zo zonde. Dit schuif je er gewoon onderdoor. Ik zet het altijd wel vast met mijn lijmpistool. Kijk, schuif het er gewoon onder. Kijk. Even zo. Die heb ik. Dan wil ik nog mijn spetterpen aan de slag. Even kijken. Ik heb deze keer. Die komt dan daar. Die komt dan hier. Even. En mijn lijmpistool aan uitzet. Oh, die heb ik niet meer nodig. Voor wie van jullie met oortjes luisteren, even uitzetten of uitdoen. Je moet het altijd activeren. Nou, komt-ie.
Nou, je ziet het. Het is niet echt te zien op het scherm als ik het zo kijk. Maar het is op mijn creatie wel goed te zien. Het is een voordeel van mijn glasplaat. Zo. Die daar. Die hier. En dan even mijn stickers. Zo. Ja, ik heb af en toe de vervallende ziekte, noem ik het altijd. Soms heb ik dagen dat alles uit mijn handen valt. Maar ja. Helaas hoort dat bij mij. Nou, ik hou dat even hier. Gewoon even een paar lijntjes trekken. Zoals altijd gebruik ik de Stickles Crystal van Tim Holtz. Dat noemen ze ook wel glitterlijn, glitterglue. Het is eigenlijk een soort lijn. Alleen ik gebruik het voor iets op een andere manier. Maar dat geeft niet. Ik hoor wel eens mensen zeggen van een creatie van jou, daar hoort dit gewoon op. Maar goed, er zijn soms ook wel eens creaties, kaarten die ik maak waar het natuurlijk niet gepast bij is. Zoals condoleance kaart, ja, dan vind ik het gewoon niet gepast. Terwijl ik er ook wel een condoleance kaart gemaakt heb een keer, omdat iemand vroeg van wil je het wel doen? Ik denk ja. Prima. Maar dan is dat omdat ze erom vragen. Maar standaard doe ik met zulke kaarten dus niet. Nou, deze doe ik een beetje zo. Yes, je moet heel even wachten, ik ben bijna klaar. Dit is hem geworden, dames. Ik hoop dat het goed te zien is. Heb je de live gemist of ga je terugkijken? Dan vanaf morgen staat hij ook op mijn YouTube kanaal. Komende dinsdag gaat Janneke live, die gaat weer iets anders maken. Zijn er nog vragen of wat dan ook? Stel ze gerust. Doe dat in de groep of onder mijn pb, in een pb of hieronder de live. Of stuur Marie Christine of wie dat ook even een berichtje. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken allemaal. En ik wens je nog een hele fijne dag. Doei doei!